Na 13,5 uur in de bus zitten, zijn we eindelijk aangekomen op de camping in Frankrijk. De tent staat er al, zoals jullie zien, alle tenten. Lekker 2 uur in fietsen voor morgen. En hoe voelt het nou fietsen? Lekker. Lekker? Het is nu 22:00 en ik ga lekker slapen, want de wekker gaat morgen om 8:00. Slaap lekker. Nou, we zijn net wakker, we hebben net ontbeten en nu gaan we ons klaarmaken om de Alpe d'Huez op de fiets. We hebben ons fietspakje aan. Het zit niet heel lekker, maar ja, we kunnen er niks aan veranderen. Nu de bidon vullen. Nou Robin, we gaan beginnen. Heb je er zin in? Ik ben benieuwd. We zijn nu bij boeg 18 en het is zo zwaar. We zijn nu in bocht 12 en het is best zwaar. Robin, hoe vind jij het gaan? Zwaar, maar wel leuk. Top. En het is echt heel pittig. We zijn nu bij de laatste bocht en we gaan knallen. Nou, het is nu 8:55 ochtends en wij gaan vrijwilligerswerk doen op de Alpe d'Huez. We hebben een heel mooi geel shirtje, die ga ik even aantrekken voor jullie. En dan ben ik zo bij jullie terug. Nou, het shirtje is aan, zoals jullie zien. Het is gewoon de voorkant en niks op de achterkant volgens mij. Maar we gaan nu beginnen. Nou, de outfit is nog helemaal klaar, met een mooie hoofdband erbij. Helemaal top. Schoon te maken. Dus ik heb alvast een doekje en daar gaan we. Nou, we hebben gisteren dus de Alpe d'Huez opgefietst en het was echt heel zwaar. In het begin ging ik gewoon naar boven en ik dacht gewoon van oké, we gaan bij elke bocht even een pauze nemen, even stoppen en daarna gaan we er weer voor. Uiteindelijk was ik bij bocht 8 aangekomen, want je telt van 21 naar 1. Dus ik was bij bocht 8 aangekomen en ik voelde het echt heel zwaar toen. Dus ik ging even een stukje lopen en daarna gingen we er gewoon weer voor. Maar ik ben tot de top gekomen en
Ik ben heel trots op mezelf dat dat mij is gelukt. Van de Alpe d'Huez fietsen. Wat vond je er nou van? Ik ben nu aan het filmen. Ja, ik ben aan het filmen. Nee, we gaan gewoon. We gaan dit gewoon dit erop zetten. Oké, Robin, we zijn net terug van de Alpe d'Huez fietsen. Sorry. Wat vond je ervan? Ik wil het zo meteen is het veel meer opluchten.